Hallo en welkom bij een nieuwe creatieve video van Veles Creatieve Hoekje. De slimline kaarten zijn een echte hype en heel populair. Dus we konden natuurlijk niet achterblijven. Dat je er heel veel kanten mee uit kan, dat laat ik jullie de komende 2 weken zien in een nieuwe video. Veel kijkplezier! Deze kaarten gaan we maken en we beginnen deze week met de witte. De andere is voor volgende week. We gaan daarvoor de nieuwe slimline mallen gebruiken van Nelly's Choice. En het leuke aan deze is deze extra mallen. Die geven heel veel extra mogelijkheden. Dit is dus de witte kaart en ik vertel jullie eerst wat we gaan gebruiken. We hebben nodig Florence wit karton, glad karton van 216 gram. We hebben ook nodig zwart karton. En ik gebruik daarvoor het gewone kraftkarton van Craft Emotions. Dat moet geen speciaal karton zijn. Voor stempels ga ik van Nelly's Choice het roze boeketje gebruiken. En als tekstjes ga ik ook van Nelly's Choice dit setje gebruiken. En ik gebruik daaruit de Voor Jou en Een Fijne Dag. Die twee. We moeten ook inkleuren. En daarvoor ga ik de Nouveau glittermarkers gebruiken, de Fired Brick voor het blauwe roosje, de Arctic Blast. Voor het zalmkleurige roosje gaan we gebruiken de Sweet Apricot. En dan hebben we natuurlijk nog groene blaadjes en daarvoor ga ik gebruiken de Morning Moss. En dan kunnen we beginnen. We beginnen met dit middenstuk en ik heb al 3 stukken uitgesneden. Ik neem even de mallenset erbij. Voilà, dat is ze. En je hebt dus 3 verschillende. Dus dit is de grote mal, de kleine mal en dit is het middenformaat. En het is het middenformaat dat ik gebruikt heb. En ik heb er 2 uitgesneden uit Florence karton. Dat is hetzelfde als de basiskaart. En eentje uit printpapier. Want dat uit printpapier, dat gaan we, ik leg eventjes een opzij, dat printpapier dat gaan we straks als masker gebruiken als we dit hier gaan stempelen. We gaan dat aan de achterzijde kleven. We gaan dus die stickrandjes die dat je hier ziet, die willen we niet kwijt. Dus gaan we ons printpapiertje aan de achterzijde kleven. Doen we dat aan de voorzijde, dan hebben we die mooie stick-uitsteekseltjes niet meegestanst in onze mooie kaart. Dus we gaan dat opkleven met niet-permanente lijm. Voel je je zeker genoeg, dan hoef je dat niet vast te kleven. Dan leg je gewoon de 2 kaartjes op elkaar en je stanst door. Ben je bang dat het gaat verschuiven, dan kleef je ze beter vast. Ik heb ze nu vastgekleefd om het jullie te tonen hoe dat je het moet doen als je ze vastkleeft. Dan leggen we onze kaart op onze uitsnijplaat. En ik neem de grootste cirkels erbij. Dat zijn er 3, die even groot zijn, alle 3. En die positioneer ik op onze kaart, hoe dat ik ze wil hebben. Voilà, en die stansen we door. En dat is nu door de kaart en door ons printpapier. Ons printpapier, dat halen we er terug af. En dat gaan we nu weer met niet-permanente lijm op die andere witte kaart kleven. En dan hebben we ons masker klaar om te stempelen. Let er wel op dat je aan de voorzijde van dat printpapier alle lijmrestjes er eerst goed afhaalt, dat je daar zeker niet gaat op stempelen. Dan nemen we ons roosje erbij en dat ga ik 3 keer stempelen en elke keer in een andere richting. En ik stempel dus af mijn kaart, dus op mijn printpapier. Hier zie je dat, hier zie je het steeltje en hier. Als ik mijn printpapier optil, dan zie je dat ik daar heb opgestempeld. Dat kan er nu af, dat masker hebben we maar 1 keer nodig, dat kan weg. En dan kunnen we gaan inkleuren. We starten met het rode roosje en ik gebruik een potje water en penselen.
Je kan ook evengoed een waterpenseel gebruiken, maar ik persoonlijk werk heel graag met aquarelpenselen. We hebben onze Fired Brick glittermarker. Dat is onze eerste. En ik breng die kleur aan op mijn glasplaat. Mijn penseel, dat is vochtig, niet te nat. Ik neem de kleur op en ik schilder mijn roosjes in. Ik breng eerst een eerste laagje aan over de hele bloem, of bloemen beter gezegd. En dat laat ik even drogen. Dat drogen dat gaat snel hoor, dat duurt niet zo lang. Als het dan droog is, dan ga ik een tweede laagje aanbrengen, hier en daar, of stukjes tweede laagje, om diepte en nuance te gaan creëren. Dan hebben we de Arctic Blast. En ik toon even wat je doet met een nieuwe marker. Dus als die nieuw is, dan zie je dat die punt, dat die helemaal wit is. Ik leg hem even op mijn hand. Hier kun je dat goed zien. Dus hoe ga je die inkt nu naar voren krijgen? Eerst goed schudden en dan pompen. Net zoals we met de Nouveau lijmpen hadden gedaan. Goed pompen, pompen, tot de inkt helemaal van voor zit. Hier zie je dat de punt mooi gekleurd is. Eens dat die kleur vloeit, blijft dat vloeien. Als je ze een tijdje niet meer hebt gebruikt, dan moet je nog eens even terug pompen en dan is hem weer terug vertrokken. Ondertussen ben ik aan het derde roosje takje begonnen. En dat is met de Sweet Apricot. En ik kleur ze alle drie op dezelfde manier in. Een eerste laagje laten drogen en dan nuance en diepte creëren door hier en daar wat donkerte aan te brengen met een tweede laagje. En tot slot gaan we de blaadjes nog doen met de Morning Moss. En ook hier breng ik hier en daar een tweede laagje aan om wat extra donkerte te creëren. In een later filmpje, of later komt er nog een hoe doe je dat over de glittermarkers, want daar kun je echt heel veel mee doen. Onze basiskaart dan, die is 19,6 op 23 en die gaan we dubbel vouwen. Met dat middenformaat van die slimline mallen heb ik ook die zwarte uitgesneden. En die is 7,5, ik moet even nameten, die is 7,5 centimeter breed. En die gaan we midden doorsnijden. Dus hier over heel de lengte. Die twee halve stroken die komen achter onze witte kaart. Dus ik breng al dubbelzijdige tape aan de achterzijde. En ik gebruik de grid van mijn glasplaat om exact te bepalen waar ik mijn kaart ga kleven. Dus deze lijn hier, die ga ik aanhouden. Zo, van links naar rechts. En als ik dat aan twee kanten doe, dan heb ik exact evenveel zwart aan elke kant zichtbaar. Dus die grid is daar heel gemakkelijk voor. Voilà, dat is al opgekleefd. En dan kan heel dat geheel kan dan op onze basiskaart gekleefd worden. Op het middenstuk breng ik een beetje extra tape aan, want dat hangt los. We hebben dat maar alleen aan de bovenzijde elke keer vastgekleefd. En om het stevig genoeg te hebben. Voilà, dat is ook al klaar. Dan kunnen we onze tekstjes er gaan opstempelen. En ik begin met een fijne dag. Dat ga ik bovenaan links stempelen. En dan de voor jou, die komt dan onderaan rechts. Een hele leuke kaart die je voor verschillende doeleinden kan gebruiken.
ook dankzij de neutrale tekstjes. Dat is ook al klaar. Dit gaan we dan hier nog opkleven. Dat gaan we met foam doen voor de diepte. Ik gebruik Nelly's Choice foam tape. Die is niet zo breed, 0,8, en die is 1,5 mm dik. Die dikte is voldoende om een mooi dieptezicht te hebben. En omdat die wat smaller is, maakt dat het wat gemakkelijker, omdat we natuurlijk met openingen in onze kaart zitten. Ook in die middenstukken hier breng ik foamtape aan voor de stevigte. Voilà, dat kan op onze basiskaart. En nu zie je heel mooi die diepte waar onze roosjes zitten. En omdat bij het uitsnijden van de cirkels ons papier aan de achterkant zat, hebben we hier zo, rond die cirkels, die mooie stikseltjes. En ook de kader hier. Hadden we ons printpapier aan de voorzijde gekleefd, dan hadden we die mooie stikseltjes niet gehad. Hier zie je de mooie glans van die glittermarkers. En dat geeft een extra toets aan het inkleuren. Dat is zo eens iets anders. Dat was onze eerste kaart voor deze week. Volgende week gaan we de tweede kaart maken en dan gaan we de vierkante slimline mallet gebruiken. Dat wordt een totaal andere kaart, maar ook heel leuk om te doen. Voor nu, dankjewel voor het kijken en ik zie jullie heel graag terug volgende week. Tot ziens. Dag!